Antonio Stankov, wat zegt een aanvoerder die zojuist 2-0 wint met zijn ploeg tegen RKC? Ja, ik ben gewoon blij dat we 3 punten hebben. We hebben hard gewerkt en ik denk dat het gewoon heel erg verdiend was vandaag om 3 punten te pakken en dat hebben we gedaan. Waardoor was het zo solide bij jouw ploeg vandaag? Ja, ik denk dat iedereen gewoon die 3 punten wil pakken. En vorige week hebben we 1 punt gehaald en het ging prima. En ik denk dat we vandaag gewoon die lijn door wilden zetten en dat hebben we gedaan. Al heb ik wel de indruk dat het echt scherper was ten opzichte van vele voorgaande wedstrijden bij jullie. Ja, ik vind ook dat we scherp waren vandaag. En zoals ik zei, we hebben gewoon die lijn van vorige week doorgezet. En het pakte goed uit. We hebben verdiend om 3 punten te pakken en die hebben we ook gepakt. Was Dordrecht nou zo goed of was RKC nou zo matig? Ik denk dat Dordrecht gewoon goed was vandaag. Waarom? Ja, omdat we gewoon, zoals ik zei, iedereen ging gewoon echt strijden voor elke meter, elke duel proberen te winnen, balbezit houden, ze kansen kregen scoren en nou, uiteindelijk pakt het goed een keertje. Ja, logisch, overwinningen doen het altijd goed met het vertrouwen van de ploeg, maar vooral in de fase waarin jullie nu zitten is dit wel een hele belangrijke, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, dit is wel onze 2e overwinning pas dit seizoen en het doet goed. Ik denk dat het voor iedereen wel goed is dat we 3 punten hebben gepakt, want het geeft, zoals je zegt, het geeft wel vertrouwen naar de groep toe. Hoe is de sfeer nu? Ja, natuurlijk uitstekend, maar ja, er is natuurlijk wel wat gebeurd de afgelopen weken. En nou kan ik me voorstellen dat het echt wel 180 graden gedraaid zou kunnen zijn. Ja, dat klopt. Er is wel wat gebeurd de afgelopen weken. Maar goed, ik denk dat we moeten focussen nu op de toekomst. En dat doen we op dit moment en het gaat prima. En hoe ziet die toekomst eruit volgens jou als aanvoerder? Ja, ik hoop dat we gewoon deze lijn doorzetten en dan hopelijk veel meer punten pakken. Tenminste, een goede overwinning tegen RKC dan, volgende week tegen Rode JC. En als jullie eigenlijk op deze lijn door blijven gaan, zou ik zeggen, waarom niet 3 punten uit Kerkrade? Ja, zeker. Ik denk dat we een goede kans maken. En we gaan deze week daarop focussen en accenten daarop leggen tegen Roda. En hopelijk pakken we daar ook punten. Nog een drankje doen? Ja, gewoon. Ja, ik denk het wel. Maar ik drink geen alcohol, dus ik hou het gewoon bij... Fanta kan ook lekker zijn. Ja, natuurlijk. Zeker.